Hoi, dit is Wakker Worden met Aard. We hebben denk ik met een momentum te maken. En wat bedoel ik nou met een momentum? Nou kijk, ik ga geen data noemen van op die dag gebeurde dat en op die dag gebeurde dat. Dat is gewoon onmogelijk, hè? Dat is inmiddels wel gebleken. Ik denk ook dat er niemand op de wereld is die dat kan. Nou ja, ik denk dat er een paar mensen zijn die dat weten, maar dat zijn echt maar een paar mensen op de wereld en voor de rest weten we het toch niet. Maar ik denk wel dat we te maken met een momentum. En dat is dus een moment waarop er een dramatische wending zou kunnen gaan plaatsvinden. Of waarin we dingen kunnen gaan zien gebeuren waar we misschien al heel lang op zitten te wachten. En dus zo rond deze tijd, zou ik maar zeggen, is er een momentum. En ik wil eerst even uitleggen waarom ik dat denk. Want als ik dat niet doe, dan krijg je toch vragen van wat zijn je bronnen en hoe weet je dat dan? Nou, bronnen heb ik in die zin eigenlijk niet, althans niet andere bronnen dan dat we allemaal hebben. Maar ik kijk een beetje naar het geheel alsof ik naar een theatervoorstelling zit te kijken. We zeggen natuurlijk heel vaak, we zitten midden in een film. Maar ik denk eerder gezegd, het lijkt steeds meer op een theaterstuk. En wat je op dit moment ziet gebeuren, echt op heel veel terreinen, dat er hoofdrolspelers gewisseld gaan worden. En dat is altijd wel interessant in een hele theaterproductie. Op het moment dat er studies zeg maar een bepaalde hoofdrol gaan overnemen. Of dat een bepaalde rol sowieso vervangen wordt. Hè, dat is een belangrijk moment, want dat gebeurt nooit zomaar. Dat gebeurt ook nooit zomaar aan het begin van een voorstelling. Dat is altijd een beetje aan het eind. En dus vandaar dat ik ook een beetje kan zeggen, we zitten op een momentum. En dat is een beetje meer het eind, zeg maar, denk ik. Want, kijk, als we gaan kijken naar Amerika, nou, meneer B, daar is wel algemeen van bekend dat die man het gewoon bijna niet meer trekt en dat het niet meer gaat. En iedereen ziet het, dat zien we al lang, hè, maar er wordt nu ook openlijk over gesproken. En die man die wordt ook gekeurd en gekeken van is hij nog wel geschikt voor zijn rol. En je gaat wel steeds meer zien dat de publieke opinie, dat die dit niet meer wil en dat die gewoon ook zegt dit kan ook gewoon niet meer. Nou, dan hebben we natuurlijk zijn opvolgster, hè, die normaal gesproken, zeg maar, als hij wegvalt, in dit geval zij het dan gaat doen. Maar zij heeft al aangegeven, nee, dat ga ik niet doen. En dan hebben we volgens mij nog Nancy Pelosi, die dan, als zij dat ook niet wil, dat Nancy Pelosi het nog zou kunnen gaan doen. Maar die heeft eigenlijk al haar mandaat verloren en verspeeld. Er is eigenlijk niemand meer die haar wil. En dat is wel interessant, want je zou kunnen zeggen, er zijn dus eigenlijk drie soort van hoofdrolspelers in volgorde van wie het over zouden kunnen nemen. En die het allemaal niet willen, niet kunnen, waarbij de producent, zal ik maar zeggen, dat ook niet meer wil. Maar ja, dan valt er opeens een hoofdrol weg. En dat is best spannend. Maar ja, dat is overal zo. Hè. We hebben natuurlijk gehoord in Nederland dat Jokkie Brokkie Bloemschoen, dat die ook vervangen gaat worden. Dat die in een nieuw kabinet, dat die deze rol niet meer gaat spelen. En toen dacht ik wel van, ja, nou moeten jullie mijn werk ook niet al te moeilijk gaan maken. Ik ben nou net zo gewend aan Jokkie Brokkie Lachenbek en Jokkie Brokkie Bloemschoen. Maar dan komt er nu blijkbaar een ander Jokke Brokkie. Zo, maar goed, dat moeten we dus ook maar afwachten. En dat is ook wel spannend eigenlijk. Hè? Want ja, weet je, er zijn heel lang geleden verkiezingen geweest. Ik heb er zelf niet aan meegedaan en ik zou ook echt niet meer weten wanneer. Maar toen is er al dubieus gewonnen, zeg maar, hè? Dat mevrouw Plaag, hè, die stond op een tafel te dansen van de overwinning. Maar toen ging er een deur open en toen was het nog volop licht. En de definitieve uitslag die kwam pas 's avonds. Dus wat was zij nou aan het vieren? Want ze stond eigenlijk op een tafel te dansen als zijn ik vier de overwinning. Maar toen bleek dat het helemaal nog niet kon. Want nou ja, je snapt het. Het was natuurlijk gewoon al één groot spel. Maar goed, die verkiezingen die zijn heel lang geleden geweest. Inmiddels is er enorm veel gebeurd. En eigenlijk heeft dat clubje, dat heeft helemaal niet meer het mandaat of de voorkeur van degene die gestemd hebben, zeg maar. Maar ja, ze hebben heel erg lang gewacht en zogenaamd ging alles mis. En nu zijn ze dan eindelijk toe aan hun onderdeel van de voorstelling, zal ik maar zeggen. Hè, maar ja, nu zit eigenlijk niemand er meer op te wachten.
En ja, ik ben dus heel benieuwd of ze het echt gaan doordrukken. En dat ze zeggen, ja, maar ik wil deze scène toch nog in die grote voorstelling hebben. Of dat die scène er uiteindelijk gewoon uitgeknipt wordt en zo. Van, ja, dat was een leuk idee, maar jongens, sorry, het werkt niet. Maar goed, ook die hoofdrolspeler, Jokkie Bloemschoen, die wordt vervangen. Nou, dan hebben we nog mevrouw Pannenkoek natuurlijk, hè. En, ja. Ja, wie is nou mevrouw Pannenkoek? Nou, als je het moet uitleggen, dan is het nooit zo sterk. Hè? Maar ik bedoel, zij van Koopmans, zal ik maar zeggen. Hè? Maar mevrouw Pannenkoek, die is uit de WHO gezet. Hè? Dus die is daar niet meer welkom. Nou, een andere hoofdrolspeler, ja, het was echt een bijrol. Maar Kabouter Gompiedompie, je weet wel, hij van de bedjes. Die is eigenlijk, nou, hij is niet officieel volgens mij uit het OMT geknikkerd, maar hij speelt daar inmiddels wel een andere rol. Maar kortom, over de hele wereld zo, en je ziet, we hebben natuurlijk mevrouw M. in Duitsland. Je ziet over de hele wereld dat de hoofdrolspelers opeens veranderd gaan worden. Wanneer dat gebeurt in een grote productie, een toneelproductie, een grote musical of zo, dan is dat bijvoorbeeld als die voorstelling bijvoorbeeld verlengd wordt. Hè. Dan zou een voorstelling die zou tot eind 2021, zou ik maar zeggen, zou die lopen. Maar dan is er zoveel aanloop, dan zeggen ze nee, maar de voorstelling wordt nog gespeeld tot halverwege 2022. Nou, laten wij hopen dat het met deze voorstelling niet gebeurt. Maar goed, je weet het nooit. Maar goed, dus op het moment dat die verlengd wordt, Dan hebben hoofdrolspelers wel eens andere werkzaamheden of die zitten alweer in een andere productie en dan komt er iemand anders die moet die rol gaan overnemen. Dus ik denk dat we daar zitten op dat momentum dat er iets gaat gebeuren. Maar er staat nog veel meer te gebeuren hoor, dus daar kom ik nog even op terug. Want ik wil wel eerst even wat zeggen over dat verlengen van de voorstelling. He, want er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja maar hoe lang duurt het nou en gaat het nou nog niet gebeuren en misschien gaat het dan wel gebeuren. Maar weet je wanneer zo'n voorstelling verlengd wordt? Dat is alleen maar als het publiek is. Kijk, er zijn natuurlijk voorstellingen op Broadway of ook wel in Nederland trouwens, hè, Soldaat van Oranje, die echt hele lange looptijden hebben, maar dat komt omdat er nog steeds heel veel publiek is of dat mensen het twee keer of drie keer willen zien of zo. Nou ja, ik kan me dat bij deze voorstelling al niet zo goed voorstellen, want ik vind het helemaal geen leuke voorstelling. Dus dat mensen twee of drie keer zullen gaan, ja, dat kan ik me al niet voorstellen, maar kijk, op het moment dat er geen publiek meer is, dan houdt die voorstelling vanzelf op. Dus als mensen vragen, hoe lang gaat die voorstelling nog duren? Dan denk ik, ja, zolang jij een kaartje koopt en meedoet, zeg maar. Nou, er zijn blijkbaar nog steeds genoeg mensen die voorstelling willen zien. En dan wordt die verlengd en verlengd en verlengd. Dus, nou ja, we moeten even wachten tot het publiek er genoeg van krijgt, zal ik maar zeggen. Hè, maar, oké, dus het momentum, een beetje het eind van de voorstelling. Hè, dan zie je dat er nu wat spelers gewisseld worden op het wereldtoneel. Hè. Meestal is het trouwens zo dat zo'n voorstelling er niet beter van wordt. En zeker niet als er zoveel als wat ik nu aangeef, dat er zoveel wisselingen zijn in de cast. Hè, want dat is zo'n voorstelling, dat is een soepellopend geheel. Iedereen weet waar hij moet staan, iedereen weet wanneer hij op moet. Als er een haastverkleding is, dan helpen de anderen even. Maar ja, als daar opeens een nieuwe speler in komt, ja, die weet dat allemaal nog niet zo. En nou ja, laat staan, als er zoveel nieuwe spelers zijn. Dus ik verwacht dat die voorstelling een beetje stroever gaat verlopen de komende tijd. Denk ik. En het leuke is, want dat is wel heel, heel verschillend. Ik denk dat heel veel mensen gaan zien dat die stroever gaat verlopen. Want, kijk, ik bekijk deze voorstelling niet vanuit de zaal, maar ik sta in de coulissen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, de wappies, hè, degene die de trucjes doorhebben. En kijk, als je in de zaal zit, dan zie je gewoon de mooie voorstelling. Hè. Dan gaat het doek open en dan zie je de lampen aangaan, zie je mensen opkomen. Maar als je in de coulissen staat, ja, dan zie je dat de hoofdrolspelers een beetje zenuwachtig staan te praten. Of dat ze nog even met iets heel anders bezig zijn. Dan zie je ook dat ze de decorstukken optrekken en zo, dan valt eigenlijk die hele sprookjeswereld een beetje in duigen. Dan zie je dat het eigenlijk een heel technisch bedrijf is waarvan alles moet gebeuren. En ik zou zeggen, de wappies een beetje, die staan in die coulissen. Want die wappies, die hebben veel meer dat technische spel van zo'n voorstelling door.
En het grote publiek, zal ik maar zeggen, ja, die zit in de zaal en die zit zich te verwonderen en die roept oh en ah en die vindt het allemaal prachtig. En de wappies in de coulissen, die zien een beetje van, daar loopt het mis, daar breekt een koord en daar moeten ze, en die weet zijn tekst nog niet, die staat nog een beetje te kijken, dat zie je in de coulissen. Nu is het wel zo dat de laatste tijd wordt het een beetje druk in de coulissen. He, er komen steeds meer wappies bij en dat frustreert zo'n voorstelling ook. Hè? Want de hoofdrolspelers, ja, die moeten nu af en toe, als ze snel de coulissen in moeten, een haas verkleden, die moeten echt zo door die wappies heen om zich te kunnen verkleden, zeg maar. Dus het wordt heel druk in die coulissen. Steeds meer mensen doorzien het technische spel van de voorstelling. Zeg maar. Maar goed, er worden dus veel mensen gewisseld. Ik denk dat we wat dat betreft een beetje aan het eind van de productie zitten. Maar ik denk ook dat we aan het eind van de voorstelling zitten. Dat is ook een momentum. En kijk, we weten nu allemaal dat verhaal wel. En we weten dat er heel veel gebeurt. Hè? Je hebt altijd eerst heb je een soort van gegeven, hè? De proloog. En dan zie je een hoofdrolspeler opkomen met een andere hoofdrolspeler. En dan wordt de hele voorstelling, het verhaal wordt een beetje neer, heel overzichtelijk. Hè? Maar zeker bij grote musicals, er komen er steeds meer bij. Er zijn steeds meer verhaallijnen. En dat je het soms ook niet meer volgt, maar dat het heel druk wordt op dat toneel, zeg maar. Nou, dat hebben we nu een beetje. En wat de volgende acte vaak is, dat is dan een dramatische wending. En ik denk dat we daar, zitten te wachten op een dramatische wending. Het is al een heel klein beetje verklapt. Maar ja, kijk, je kunt gewoon verwachten, als we even teruggaan naar het wereldtoneel. Je kunt gewoon nu verwachten dat er bijvoorbeeld een false flag operatie plaatsvindt. En wat dat betreft kreeg ik vandaag een stuk toegestuurd. En daarin was te lezen wat er op dit moment in New York gebeurt. En blijkbaar zijn ze in New York bezig met gas in de metro of zo. En dat ook veel mensen zeggen, ja, maar waarom pompen jullie allemaal gas in de metro? En ja, dan wordt een beetje gezegd, ja, maar dat is niet gevaarlijk of het zou zelfs gezond zijn. Maar we zijn ons aan het voorbereiden wat er gebeurt als er bijvoorbeeld een gifgasaanval komt of zo in de metro. Nou, en ik zeg al, steeds meer mensen zien dat spel, dat technische spel. Hè, die doorzien dat technische spel van zo'n voorstelling. En die zeggen ook, nou ja, op het moment dat er gerepeteerd wordt, zeg maar, met een soort van gas, wat, dan blijkbaar niet gevaarlijk. Maar op het moment dat er gerepeteerd gaat worden, ja, dan kun je ook wel verwachten, hè, dat die scène uiteindelijk gespeeld gaat worden. Dus er zijn best veel mensen daar die zeggen van, ja, wat gaat er gebeuren? En er zijn best veel mensen die zoiets hebben, nou, misschien gaat er wel iets gebeuren in de New Yorkse metro of zo? Dat, ja, ik weet het niet, maar dat soort informatie komt er langs. En ik zeg al, steeds meer mensen doorzien het. Dus we zitten denk ik sowieso aan het eind van de voorstelling dat er zo'n dramatische wending komt. En dat zeggen we al steeds natuurlijk. Hè? Dus false flags. En misschien is dit niet de enige. Kijk, bij een echte goede voorstelling, hè, dan ontploft er daar wat en dan valt er daar wat naar beneden en dan gebeurt er hier nog wat. Ik denk dat het best wel eens een rumoerige finale kan worden van deze voorstelling. En ik denk dat het goed is om daar op voorbereid te zijn. Dus weet gewoon dat er iets kan komen en dat het bij de voorstelling hoort en dat het eigenlijk alleen maar het eind van de voorstelling is. Dus wat er dan uiteindelijk na die finale gebeurt, hè, dus dan heb je een grote ontploffing daar, zeg, dan heb je daar een ramp, dan gebeurt er hier wat en dan opeens is er een blackout. Dat gebeurt dan in de voorstelling. Gaan alle lampen gaan uit en is gewoon, eerst is nog volop allemaal theaterlicht en opeens tjoep, is alles uit. Eind van de voorstelling. En daarna valt het doek. Nou, en ik denk dat we op dat moment in de voorstelling zitten. En nogmaals, ik verwacht ook niet dat er nog heel veel verlenging aankomt van deze productie. En misschien nog een heel klein beetje. Het hangt er een beetje vanaf of ze überhaupt hoofdrolspelers kunnen vinden. He, want als dat clubje in Amerika, als die drie het al niet kunnen, niet willen, of als ze dat niet gegund worden, omdat de meeste mensen ze niet in die rol willen zien, ja, dan is daar even geen hoofdrolspeler. Ik geloof, hè, voor Jokke Blokke Bloemschoen is er wel al een hoofdrolspeler. Voor mevrouw Pannenkoek, die de WHO gaat verlaten.
Ik weet niet of daar een speler voor is. En nou, kortom, het is een beetje vaag. En ik denk dat dat ook expres zo is, omdat het gewoon nog niet zeker is dat daar nieuwe spelers zijn. En het zou best kunnen zijn dat men gewoon naar die finale toewerkt van dit hele schouwspel. En dat er daarna gewoon op die blackout komt. Misschien ook wel letterlijk nog steeds. Hè? Want ja, kijk, weet je waarom zo'n blackout is? Want dan gebeurt er heel veel op het toneel. En dan is er even een blackout, want dan zie je helemaal niks. En je wilt natuurlijk niet zien als daar een ontploffing is geweest en daar gebeurt wat. Hè, dat mensen bij die eindscène nog even overend krabbelen, hun pak recht strijken en zo. Ja, dan is de hele illusie weg, zeg maar. Dus die blackout die wordt vaak gebruikt voor een groot changement. En er is een blackout en dan kruipt iedereen snel weg hè, in de coulissen door die wappies heen die er allemaal staan. En dan is het toneel bijvoorbeeld, als het licht er heel even aangaat, is het leeg. Bijvoorbeeld, hè? Of dan staan ze allemaal netjes in de rij en dan gaan ze allemaal buigen voor het end, bijvoorbeeld. En ja, wat wij gaan zien na die blackout, dat is nog niet helemaal duidelijk. En maar ik denk dus dat er nog zo'n grote plotwending aankomt, een blackout. En daarna valt de doek. Ja, en dan, dan gaan we over naar de realiteit. Naar de nieuwe realiteit, denk ik. Kijk, meestal in het theater staan mensen dan op en die gaan... Ja, nog even naar de foyer of die gaan hun jas pakken en dan, dan gaan ze naar huis of ze gaan nog even de stad in. Gaan ze nog eventjes wat drinken of dat soort dingen, zeg maar. Nou, dus ik denk na die blackout en nadat het doek gevallen is, ja, dat mensen naar buiten gaan. Alleen ze stappen dan een nieuwe realiteit in. En ik denk dat we daar zitten. Ik zei al, het is het momentum van de voorstelling. Ik denk echt dat er wat zou kunnen gebeuren. En ik zeg al, echt bronnen in die zin heb ik natuurlijk niet. Maar ik kijk op deze manier naar het schouwspel wat er op de wereld gebeurt. We hebben natuurlijk wel een klein beetje het script. Hè. Ik volg in ieder geval het script van de Q-drops. En daar wordt toch ook wel echt het een en ander in gezegd. En daar wordt ook iets gezegd over de periode waar we nu in terechtkomen. En het zou zelfs al... ik zou geen datum noemen, laat ik dat ook niet doen, maar ik zeg al dat dit is het momentum hè, waar dat script voor een gedeelte over gaat. Dus ja, we zullen zien of dat ook het script is, zeg maar, wat de acteurs op het wereldtoneel, of die dat ook gaan volgen, of dat er nog echt verrassingen in zitten. Ik vind het in ieder geval heel spannend. Ik vind het ook echt leuk om naar te kijken. Natuurlijk hè, moet je altijd wel even uitkijken dat je niet slachtoffer wordt van die grote, dramatische wending in het verhaal op het end. Ik weet bijvoorbeeld van The Phantom of the Opera, ik weet niet of je daar geweest bent, maar en dan zat je zo in de zaal en dan kwam er zo aan het eind, kwam er een enorme kandelaar van achter, dat zag je dus niet, want je keek die kant op, kwam van achter, kwam voep zo over het publiek, kwam er een enorme kandelaar. Natuurlijk een leuk effect, zeg maar. Maar je moet natuurlijk altijd wel even uitkijken dat die kandelaar niet poep tegen je kanus aan krijgt. Want ja, dan ga je waarschijnlijk niet meer in de rij staan voor je jas. Dus ook met deze grote dramatische wending. En vooral ook omdat er veel wisselingen zijn in de hoofdrolspelers. Mensen die nog niet zo geroutineerd zijn. Misschien als ze niemand kunnen vinden, dat ze wel een paar amateurs inhuren. Ja, dan kun je je voorstellen dat zo'n grote plotwending in die finale, dat het een beetje misgaat. Dus ik zou zeggen, let even op dat je geen slachtoffer wordt van de grote plotwending. Laat dat maar lekker allemaal op het toneel gebeuren. En geniet gewoon verder wel van de voorstelling. Want ik denk dat er veel te genieten is. Hoe eng het wordt, dat zullen we wel afwachten. Want soms kan zo'n finale, zo'n plotting, dat kan heel hard kunnen bij je binnenkomen. Hè, of dat kan bijna echt voelen, zeg maar. Maar realiseer, het kan bijna echt voelen, maar het is het niet. En realiseer, er komt een blackout, het doek gaat vallen en daarna gaan we over naar de nieuwe realiteit. Daar staan we op dit moment, denk ik. Laten we kijken wat er gebeurt en of dit momentum, of daar ook gebruik van wordt gemaakt. Ik ga je heel veel plezier bij wensen. Dankjewel voor het kijken. En heel graag tot de volgende Wakker Worden met Aard.